allemaal en welkom in deze nieuwe Let's Play. Nee, deze video is bijzonder, want ik had een geweldig idee om Google te laten bepalen welk paard ik ga kopen. En er zijn in totaal 282 paarden, dus dan voeren we die in. 82. Ja, 282. En dan gaan we dus een nummer genereren op Google. En dat paard moet ik kopen. Als ik het paard al heb, dan pak ik of de bovenste die erboven staat of de onderste. Het ligt net aan welke ik leuker vind. En als het helemaal misgaat, dan genereren we gewoon opnieuw. Want ik ga geen dubbele paarden kopen, want dat vind ik gewoon een beetje belachelijk. Dus de kans dat ik hem al heb is vrij groot. Maar dan gaan we gewoon door met het, ja, met andere... Kijk maar. Filmen ben ik in? Ja, het andere genereren. Dus we gaan hem nu genereren en het is 161. Oh nee. En we gaan naar 50. En dan gaan we doorscrollen. Want 161 is dan op... Dit zijn dan 50. Dit zijn dan 50 tot 100. En dit is dan... 50 tot 100, 100 tot 50. En dan is 4... Oh nee, ik zie niet de goede paarden die ik wil. Oh, die kunnen we ook niet halen, want die zijn er niet meer. Dus 161. Dus dan moeten we er nog 11 tellen. Dus dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maar die heb ik al. Die heb ik al. Deze paard is er niet. Weet ik niet of die er is. Maar deze, nee, deze is gewoon een paardenmarkt. Ik weet niet of de paardenmarkt er is. Dus, ja, deze kan ik niet kopen, want dat is met een open huis. Oh, nee, ik moet... Oké, we gaan opnieuw. Dit is een verveel. Ik ga niet opnieuw, maar het is gewoon een paard die ik al heb. En die kans is groot, ik al heb 6. Oké. 6. 6. Oh, nee. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nee. Ik kan niet kiezen, ik mag liever niet. Nee! Dit is echt niet leuk. Oké. Drie maal scheepsrecht. Want ik wil echt niet die. En dan kies card. Nee, je moet het gewoon doen. Maar ik zet drie kansen. Want de eerste ging mis, de tweede is naar en het is 25. Oh nee, als er een Arabier is, koop ik die andere alsnog. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wacht, heb ik nog een keer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ja. Wat moet ik daarop zeggen? Dat heb ik ook te zeggen. Ik ben allergisch voor. Nee, maar... De keuze is nu... Akal teken of quarter. Kun je kop of munt doen? Kop of munt generator. Oké, okay, dus flip a coin. Heads is akal. En tail is quarter. Oké. Okay. Het wordt een quarter. Ik heb het alsnog een beetje eerlijk gedaan. Dat ik die twee had. En eigenlijk ook geen keuze had. Dus ik heb het niet echt zelf bepaald. Google heeft het echt bepaald. Met twee generators. Ik heb alleen zelf bepaald om dan kop op munt nog te doen. Dus in principe. Ja, ik vind dat bijzonder. Juist. Normaal kan ik altijd nog het paard die ik leuk vind... zetten, in een schema zetten en jullie mogen stemmen welke het wordt. Maar nu heb ik echt gewoon letterlijk geen idee welke ik moest gaan kopen. En het is gewoon een beetje naar. Want ik was allemaal niet leuk. Die vind je helemaal niet leuk, die generator. Jongens, ik laat het gewoon jullie weer bepalen. Dan krijg ik wel tenminste een beetje leuke paarden. Dus ja, dan gaan we nu over naar Star Stable. En dan zie ik jullie daar. Logging in, like. You can know my password because my account is from mine. Mine, mine, mine.
een dubbel Starbucks. Ik ben scared. Waarom update dat ding altijd zo lang? Thank you very much. Wide. Moving in. It's amazing. 1. Oké. Dus we gaan weer inloggen. En waarschijnlijk ben ik ingeschreven groven op mijn mooie accounttekenpaard. Die ik wel mooi vond. Oeps. Ik vind die witte gewoon echt veel te wit. Kaal. En ik sta mijn reet in mijn kaal. Dat vind ik zo geweldig, jongens. Nee. Nee. Ik wil geen paard kopen. Waarom doe ik dit? Doe het voor jullie. Laat het daarop houden. Ik heb gewoon... Waarom die flower dingen op? Ik heb er geen zin in. Doe eens af. Er moet een functie komen. Dit paard heb je al. Voor mensen zoals mij. Kun je hem zebra noemen? Als ik hem niet zebra kan noemen, ga ik huilen. Kun je hem zebra time noemen of zo? Hey, what time is it? It's zebra time. It's zebra time. Somebody kill me. Oké, die vind ik wel weer cute. Alleen die malen niet. Maar het wordt dus die. En dan hebben we dus al deze 5 paarden. Die niet, want die vind ik echt meh. Die vind ik wel leuk, maar... Ik heb nooit de courage om die te kopen, zeg maar. Maar dit is mijn champ paard. Deze heb ik. Die heb ik ook. We gaan die kopen. Oké. Okay. Appaloosa. Mouse Warrior. Oké, okay, we gaan gewoon. Evening Mist. Galaxy Pie. Apple Moon. Chance Person. Brilliant Smash. Seabird. Dus geen Z. Doei. D-Monster. Strawberry Horde. Hot. Klein Flower Keeper. Orange Force. Peace Royal. Cloud Snap. Nee. Dayfather, Honeybee, Extra Fly, Hot Peak, Fairborn, Chip Mystery, Ice Mirror, Angel Destiny, Groundless, Pearl Hill. Misschien heb je nog Cute Mint, Waterkeeper. Misschien heb je leuke namen, mag je altijd achterlaten. Ik heb echt heel weinig namen nog. Swamplace, Glitter, Solid, Glitter, Butterstone, Chip, Air, Lady, nee. Rosehart. Wel leuk, maar niet voor deze. Human. Scarlet Buddy. Thanks. Het gaat geen Scarlet Buddy worden. Nee. Mega. Kan ik hem Crusher noemen? Dat vind ik echt stuk. Crusher. Oh nee. Delicate Phantom. Nilafall. Thundercry. Angel Extra Dare. Die vind ik leuk, omdat het een dare was van Google. Extra dare, ik vind het top, ik vind hem geweldig. Gefeliciteerd met jouw nieuwe paard. Ik weet niet of ik daar helemaal blij om moet zijn. Of juist. Veel succes, dankjewel. Dan heb ik weer... Oh, ik moet eigenlijk 8 starcoins hebben. Oh, ik heb... Nee, wel. Hè? 8 starcoins, dat is 9, want 1 plus 9 is. Tuurlijk. Champ! Oeh, dat is leuk. Voor een volgende let's play, hè, wat? Maar, oké. Okay, we gaan dus kijken naar Ultra Dare. Extra Dare. Ik dacht Ultra Dare. Ik ben nu al in de war met de namen. Oh nee, jongens. Het gaat nu al mis. That's a sad story. Oh, oh, oh. Iemand kent. I love you. En dan gaan we nu kennis maken met onze prachtige zebra-paard. Met een plek van scherm gaat er nu af. Dank u. Dat is ook mijn enige blije paard. Sorry, ik ben een tijdje niet online geweest. Oh, you're cute. Op zich. Waar is mijn pet? Hoe is dat? Oh, daar is mijn pet. Ik dacht, hè? Heb je dus de hele tijd zonder pet gelopen? Jongens, ik kan niet. What's wrong? No! Oké, we gaan setjes opdoen. Ik heb setjes. Maar nu is het wat staat bij hem. Is dat groen? Nee, het groene vind ik net niet. Blauw kan wel. Blauw is wel mooi.
En die vind ik leuker staan. Deze vind ik leuker staan. Die kan dan met een groene. En ja, dan hebben we een blauw setje voor hem. Dat is top. Dus yes. Oh, cutie. Hij is cute. Hij heeft wel wat. Ga dan een rondje buiten rijden met deze cutie. Dat vind ik hem ineens wel leuk. Kijk, ik ben alleen maar blij dat ik hem leuk vind. Anders zou ik echt gaan huilen. Zo. Dit is een leuk setje. No, pretty pony. Aan een fotoshoot doen met een pretty pony. Boom! Ik ben veel te weird, I know. Waar kunnen we een leuke foto maken met een pretty pony? Marley. Ik wel een goeie. Voor de thumbnail. Kijk of jullie in de thumbnail konden raden welk paard het werd. Sowieso konden jullie denk ik wel raden welk paard het werd. Mooi liggen ervoor. Maar misschien kunnen jullie ook raden welk. Nou. Konden jullie het raden op de thumbnail. Dat kan gebeuren, ja. Oh nee. Oké, gaan we lekker om de ton heen. Moet de ton erbij nemen. Oh yes. That's a pretty cool photo. I say so myself. Never in the story. Oh my god. Ja, hij is wel cute op zich. Ik vind hem leuk. Vinden jullie hem leuk? Laat het weten in de comments. En dan sluit ik hierbij deze video af. Willen jullie dat ik het vaker doe? Of willen jullie gewoon weer kijkers bepalen met een paar doen? Dat jullie met weer kunnen interacten met dit. En dat vind ik persoonlijk ook heel leuk. Laat het lekker weten in de comments. En dan zie ik jullie bij een volgende Let's Play. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video.